Oké, okay, nog 5 seconden. Lukt het nog? Ja hoor. Dan gaan we nou even stoppen. Bewegen en sociaal contact is voor de meeste mensen vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Zoals voor groepen bewoners van achterstandswijken. Daarom is de Fontys Hogeschool in samenwerking met de Lumensgroep een project gestart in Eindhoven. Om bewoners in beweging te krijgen. Zoals in buurtcentrum Het Akkertje in Stratum. Voor de mensen in deze gebieden is meestal de stap te groot. Met deze projecten willen we ook eigenlijk de sociale cohesie verbeteren in de wijken. Mensen hebben vaak een lager sociaal-economische status. Daardoor zijn commerciële fitnessclubs te duur. In deze actiegebieden is de gezondheid vaak minder. Meer chronische ziektes, overgewicht, diabetes. En door die begeleiding op maat proberen wij dat eigenlijk tegen te gaan en te helpen. En als mensen fitter zijn, gaan ze meer werken. Als mensen fitter zijn, ondernemen ze meer. De buurtcoach merkt dat het project een positieve invloed heeft op de wijk. Komen mensen natuurlijk beter in hun vel te zitten. Wat weer positieve invloeden heeft op al het andere wat er in hun leven speelt. Ze leren tijdens de verschillende groepslessen wat ze hebben, leren ze natuurlijk weer allemaal andere mensen kennen. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel veel positieve invloeden heeft op het welzijn en op het individu. Waarom doet u mee aan dit project? Nou, omdat ik reuma heb en in beweging moet blijven. Zo'n 30 mensen doen nu mee aan het bewegingsproject. Uiteindelijk moeten de bewoners het initiatief overnemen. Lumens wil de komende jaren het project verder gaan uitrollen in Eindhoven.